Welkom sponsors, vrienden van West Friese, aanhang wat erbij hoort. Wat René al zei, mijn naam is Chris Wobben. Ik ben sportverslaggever en presentator. Ik vind het echt super cool om hier te mogen zijn. Ook een thuiswedstrijd. Het is eigenlijk het enige stadion waar ik op de fiets naartoe kan. Hier op het Krijt is het allemaal een beetje voor mij begonnen. Want je begint met een droom en dan mag je op een gegeven moment voor West-Friesland Radio naar de West-Friese toe. Louis van Gaal, dankjewel René, de grondlegger van de successen van Ajax in de Champions League in de jaren 90. De trainer die Willem II en AZ naar grote hoogte. Zijn rijke carrière voerde hem langs verschillende clubs in binnen- en buitenland. De enige club die nog ontbreekt op zijn indrukwekkende palmares is natuurlijk West-Friese. Kan hij die ook bijschrijven? Geef hem een warm welkom, eindelijk op het Krijt. Hier is Co Adriaanse. Kunstgras is een zegen voor de Eredivisie. Nee. West-Friese 1 wordt kampioen van de derde klasse B. Hallo. Oh, ja. Precies. Ja, we zijn er bijna. Ik word vriend van de West-Friese. Ben ik al? Ja, precies. Ja of nee? Ja. Ja. Ik wist bij de vorige vraag niet dat het ook 100 euro kost. Even goed. Naar die eerste bal. En hij gaat erin. Hij gaat erin. Het gebeurt dus toch. Het gebeurt dus toch. Tijden we er weer in. Mooi van Galen in tranen. Man, dat was echt verschrikkelijk. Je hebt die wedstrijd eigenlijk nog niet teruggekeken. Dat doe ik sowieso niet. Nee? Daar staat Peter Jong van ING. Altijd maar met dat hesje in zijn handen. En vlak naast hem staan Dennis en Colin van der Laan. Uiteraard met hun telefoontjes in hun handen gekleefd. Daarachter Daniel en René Moeijers. Hevig discussierend over het allernieuwste model DAF in het wagenpark. Op de achtergrond Koos Schouten. Hij voelt nog even aan de leidingen. En dat terwijl Danny en Arjen Rode Stewards nog even wat laatste tips geven over hoe je zo duurzaam mogelijk het beste gras kunt kweken. Bezoek ook onze webshop nog even, zegt Danny. Je loopt door. Nog één keer kijk je op, want dit zijn wel jouw grote vrienden. Zij ondersteunen jou in alles. Dames en heren, uw applaus voor onze hoofd- en supersponsoren. ING Bank. En gooi die muziek maar omhoog. Van der Laan. Het 100-jarige Moeijers Internationale Transporten. KRO-BV. En natuurlijk Schouten Techniek. Er moet veel, er mag niets. Het complex wordt, na het plaatsen van het hek, Alcatraz genoemd. Waar de Amerikaanse gevangenis waaruit niet te ontsnappen valt. Ja. En dan moet de meest draconische maatregel nog volgen. De koffiemevrouw, die al een heel mensenleven bij Willem II werkt, moet weg. Waarom West-Friese? Uiteindelijk probeer je als trainer ook het hoogste uit je carrière te halen. En ik ben begonnen als seniorentrainer bij een vierde klasse. En dan is de stap naar West-Friese als derde klasse, denk ik, een logische keus. Waarbij het gevoel eigenlijk gelijk goed was en ik me ook tot op heden erg thuis voel. En het gaat hartstikke lekker, hè, tot nu toe. Dat is een fijne bijkomstigheid. Ja, absoluut. Een andere nieuwe trainer, Johan de Mol, ook je eerste jaar bij de West-Friese. Yeah. Klopt. En ook voor jou dezelfde vraag, want je hebt bij DTS gezeten, VVW, SCW 2, successen gehad. En dan kom je bij de West-Friese met de slogan handbal is fun. Klopt. En waarom heb je gekozen voor deze club? West-Friese is een vereniging in opkomst.